Bij de lokale publieke omroepen in Nederland zetten 20.000 vrijwilligers en 500 professionals zich dagelijks met hart en ziel in, week uit. Maar om onze publieke taak te blijven doen, te blijven innoveren en in te spelen op de verschraling in het journalistieke aanbod in de regio, stelt de Tweede Kamer veel te weinig geld beschikbaar. Samen met de Vereniging van Gemeenten heeft onze branchevereniging uitgerekend dat er per jaar 30 miljoen euro extra nodig is. En dus zijn we vandaag hier in Den Haag om een petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving. Die zitten echt in waar het in de leefomgeving van mensen gebeurt. Dat kunnen landelijke omroepen nooit waarmaken. Die moeten het hebben inderdaad van het landelijke en het internationale nieuws. En juist wat er gebeurt om de hoek, juist wat er gebeurt in de gemeente, daar hebben de lokale omroepen een hele belangrijke taak. Nou, de regionale omroepen die werken voor de provincie, dus dat is alweer een stuk groter. Dus als ik de provincie Overijssel neem, in Zwolle hebben ze hele andere interesses uiteindelijk dan in Enschede. Dus de lokale omroepen die vormen een hele belangrijke schakel in het geheel. En het is ook niet voor niets, hè. De publieke omroep bestaat uit drie pijlers. Landelijk, regionaal en lokaal. En het vult elkaar aan. Dus een oproep aan de Kamer, aan u allen. Om aandacht te hebben als u praat over de mediabegroting. Niet alleen voor Boer Zoekt Vrouw, maar voor het totale publieke bestel. Dus inclusief de regionale omroepen en vooral ook de lokale omroepen. Want we voelen ons een beetje in de kou gezet als het gaat om de opdracht die we zeer serieus nemen. En ik overhandig u deze. Dan draaien we hem even, om. En op deze wijze nemen we wat kennis op. Ik ben voordat ik Kamerlid werd wethouder geweest. En dan had ik eigenlijk elke dag met de lokale omroep te maken. Ja, en ik vind bij de lokale omroep begint het. En volgens mij is het na de afgelopen jaren, want best wel kaalslag op lokale en regionale media heeft plaatsgevonden, echt tijd om te zeggen, oké, jongens, wij gaan nu weer bouwen aan een journalistiek die echt die waakhondfunctie kan vervullen. Dat is hard nodig. Je hebt natuurlijk RTV Oost, die inderdaad de hele regio doet. Maar wat precies gebeurt in de gemeenteraad van Enschede, daar heb je een lokale omroep voor nodig. Ik ga ervoor zorgen dat jij hier vaker bent, hier in de Kamer, en met mij een interview hebt over de lokale omroep. Want als we de lokale omroep niet goed op orde hebben, als dat niet goed werkt, dan hebben we de regionale omroepen er last van, hebben we met elkaar er last van. Ja, en ik vond het als wethouder wel fijn dat ik een lokale omroep had die de kritische vragen stelde. En dat ga ik hier in de Kamer zeker naar voren brengen. Daar hebben we uw woord op. Zeker, zeker.